Mijn naam is Martin Visser, ik ben 54 jaar en ik doe mee aan een astma-onderzoek naar plantaardige voedingsstoffen. En dan kijken we of de plantaardige voedingsstoffen astma-klachten kunnen verminderen. Ja, dat zijn de toffees die bij het onderzoek horen. Zes toffees, twee 's ochtends, twee 's middags en twee 's avonds. Het totale onderzoek duurt een jaar. En dan mag u zo meteen op de blokjes bijten en het hele blauwe rondje in de mond. Heel goed, dan ga ik de test starten. Bij de longfunctietest vragen we de proefpersoon heel diep in te ademen en zo hard en krachtig mogelijk uit te ademen. En mag u volledig inademen. En uit. Heel goed, 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 goed. Ga door, ga door, ga door, ga door. Heel goed, laatste beetjes. Hou het zo lang mogelijk vol. Hierdoor kunnen we meten hoeveel lucht iemand kan uitademen, maar ook hoeveel lucht iemand in 1 seconde kan uitademen. En bij astma is dat vaak verminderd, omdat de lucht uit de onderste luchtwegen vaak moeilijker naar buiten kan. Ik doe mee, ik heb zelf astma. Ik hoop natuurlijk dat zo'n onderzoek als uitkomst heeft dat astma-patiënten geholpen kunnen worden straks. Deze plantenstanolen, dus de plantaardige voedingsstoffen, die hebben eigenlijk een soort wedstrijd met het cholesterol in de darm, wie er opgenomen gaat worden door de darm en in het bloed terechtkomt. Dus als de plantaardige voedingsstof de wedstrijd wint, dan wordt er minder cholesterol opgenomen in het bloed. Dat verlaagt het risico op hart- en vaatziekten en we denken ook dat dit een positief effect heeft op het afweersysteem. Als het idee hoe deze stoffen werken, als dat inderdaad bevestigd kan worden, dan zouden we ook voor andere groepen patiënten gunstige effecten kunnen verwachten. Maar dat moeten we dan natuurlijk ook wel weer netjes aantonen. En het zou goed nieuws zijn, want die plantenstanolen zitten in alledaagse voeding. Zoals brood, noten, plantaardige olie en fruit. Die granen zijn ook verkrijgbaar in het ziekenhuis. Talentino heeft daar een kleine winkel. Bij de bakkerij krijgen jongeren met een beperking de kans hun talenten te laten zien. Zoals deze Tom. Het is gewoon leuk om met de deeg te werken. En ook om de vlaggen te bakken. Het fruit erop doen en alles. De kruimels. Het brood uit de ovalen. Ja, die zitten voornamelijk in brood, zoals u daar ziet liggen. En die zitten ook in noten en plantaardige olie en groente en fruit. Ja, het meeste zit toch wel in volkoren producten, omdat daar de hele graankorrel in wordt gebruikt. Voor ons onderzoek kijken we zowel naar de kleine als de grote vaten in het lichaam. En die zeggen allebei iets over cardiovasculair risico, dus het risico op hart- en vaatziekten. Bij de oogmeting focussen eigenlijk op de kleinste vaatjes in het lichaam en die kun je heel mooi vastleggen in het oog, omdat die op de foto kunnen. Dan gaat het lampje zo meteen verspringen, mag u altijd naar het groene lampje blijven kijken. En deze vaatjes zijn heel gevoelig voor interventies zoals bijvoorbeeld voedingsinterventies en daarom kun je daar snel veranderingen in oppikken. Ik krijg hem alleen niet gemaakt met de lamp aan. In de oogfoto zie je dan dat de slagaders ietsje breder worden en de vaten ietsje nauwer. Alleen de flits kan eventjes vervelend zijn, maar dan heb je een beetje een licht in je oog. Maar dat is binnen 2 tellen is dat eigenlijk weer weg. Dat is een belangrijk onderdeel van de vertaling van wetenschappelijke ideeën naar de praktijk toe. Daar heb je heel hard nodig dat mensen ook in dit geval de plantaardige stanolen eten. Om te laten zien of dat in dit geval een gunstig effect heeft op de astmaklachten. Merk je een verschil?
Ik heb meende zelf enig verschil te merken. Ja, zij kunnen het mij nog niet vertellen. Dus of het ook klopt, dat moet ik straks zien. Maar ik had zelf het idee van wel. Ja. Meneer, dan mag u uw hand rustig neerleggen. Ja, heel goed. Bij de vaatmetingen in de pols kijken we eigenlijk naar de grote vaten in het lichaam. En kijken we hoe elastisch deze zijn. Dit is in de pols zelf. En hier zien we ook hoe die ongeveer bij het hart zelf is. Omdat de bloeddruk daar net anders ligt. Dus meer flexibele vaten. Wat betekent dat het bloed beter door het lichaam kan stromen. En dat er waarschijnlijk ook minder cholesterolvorming in de slagaders of in de aders zit. Wat we kennen als risicofactor voor hart- en vaatziekten. Ja, dit is een hele langdurende studie. Dus de mensen die blijven een jaar in de studie zitten. We zijn nog hard op zoek naar proefpersonen. Onze testhelden natuurlijk. We zoeken 160 proefpersonen en we hebben er momenteel 25. Dus we zijn nog hard aan het werven en we hopen binnen 2 jaar toch resultaten te hebben. Ik zou adviseren om mee te doen. Het helpt je, kan jezelf helpen als je astma hebt, maar het kan ook anderen helpen op het moment dat zij astma krijgen. Zo'n onderzoek kan in de toekomst heel veel mensen helpen. En uiteindelijk is het weinig inspanning, dus doe mee.